verhalen. Voor alle mensen en makers, Buurtfilm Festival. Welkom bij het ABFF TV. Het is een programma van het Amsterdams Buurtfilm Festival. En mijn naam is Kubrat Mokonen, initiatiefnemer en artistiek leider van dit mooie filmfestival in Amsterdam. En vandaag zit ik hier met twee gasten, de makers, filmmakers. Jij bent de buurman. En zelfs voor jou ook, je bent niet meer de gast, hè, hier bij ons met ABFF. Meerdere keren. Dankt, denk ik. Fijn dat jullie hier zijn. Hey, wat hebben jullie allemaal meegenomen? Zullen wij zelfs bij jou beginnen? Ben je iets meegenomen uit je buurt of uit Amsterdam? Om ons te laten zien. Wat heb je meegenomen? Nou, jij vraagt, dan weet ik nu uit ervaring vaak of we iets mee mogen nemen uit Amsterdam. En dit keer, omdat de film natuurlijk over de natuur gaat, heb ik een van mijn favoriete boeken meegenomen van Menno Schildhuizen, Darwin in de stad. En eigenlijk door het lezen van dit boek ben ik de natuur in de stad weer veel meer gaan waarderen. Dus je ziet ook de piepkleine dingetjes in de stad en ook hoe belangrijk eigenlijk de natuur in de stad is voor de rest van de wereld, zeg maar. Jij bent dus echt ook voor de groen. Ja. In toevallig zit je ook met die man met de groen. Juist. Dat... Wat heb je meegenomen? Ik ken dit boek ook. Ja, je kent ook het boek. Geweldig boek. Ik ken de schrijver ook. Ik heb ook iets meegenomen. Ja. Want ik ben dus van de vereniging Vrienden van het Flevopark, hè, zoals je kunt zien. Ben ik toevallig voorzitter. En in die film maken we ons onder andere zorgen over de druk. De druk op het park en de festivalisering van het park. En helaas zitten we weer in de actiemodus. Draaien we dit eens even goed. Kijk, dat is, daar hebben we dan. Goeie hulp. Er dreigt een tweedaags groot festival. No Art geheten. En wij zijn actieaanvoerders. No Art, No Way. We willen geen 15.000 mensen in een tweedaags festival. En aanstaande dinsdag gaat de stadsdeelcommissie daar een motie over aannemen. Waarschijnlijk tegen het festival. En dan wordt het spannend. Want wat doen dan de bestuurders? Luisteren die naar de democratische organen of zetten die hun eigen belangen door? Nou, laten we dan over jullie film praten. Want zoals je hebt het film gemaakt met hem samen. Jij bent ook met idee en ook in de film gespeeld. Ja. Zullen we beginnen? En ik heb nog het geldje gegeven. Wie is eigenlijk deze man? Ja, de hoofdrolspeler is, want het is een beetje ingewikkeld in de zin van het is een film die documentarisch is opgesteld. Ja. Maar het idee van Rens is een fantasie, een hele leuke fantasie. Ja. En hij had het idee van hoe zou het nou zijn als Jacques P. Thijssen terugkomt in het Flevopark en kijkt hoe het park er nu bij ligt, 90 jaar later nadat hij het heeft geopend. En Jacques P. Thijssen is onder andere oprichter van natuurmonumenten. Dus in de film hebben we een acteur gevraagd om Jacques Thijssen te spelen, Hans Molenaar. En ik vind dat hij het wel heel vakkundig heeft neergezet. Ja. Heel geloofwaardig. Overtuigend hoor. Ja. Maar wil je ons misschien, jij dan, ik weet wie dat de onderzoek gedaan heeft over die man, Peter Thijs. Heeft hij ook echt met Flevopark te maken hebben of hebben jullie Flevopark voor jullie film als setup gebruikt? Nee, kijk, de nadruk ligt op het Flevopark. Nu is, hebben wij het geluk dat J.P. Thijssen een van de grondleggers en vormgevers van het Flevopark is. En dat hij ook geopend heeft in 1931. Ja. Dus dat dacht ik, goh. En die man had toen al hele vooruitstrevende ideeën. En wij willen dat doorzetten. Dus toen kwam het idee van wat zou hij nu, zoveel jaar later, bijna 90 jaar later, vinden van het park, want de hele omgeving is ontzettend veranderd. En het park heeft een moeilijke tijd gehad in de Tweede Wereldoorlog. Maar zoals je in de film ziet, hij is nog aardig tevreden, blij. Hij maakt zich minder zorgen dan wij, maar hij waarschuwt wel voor de toekomst. Dat er vooral meer aandacht moet zijn voor de bomen en, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt, voor de jeugd. De educatie van de jeugd, van de natuurwaarden, dat is, gebeurt niet zo heel veel. Want hij zei, ik kwam hier met mijn leerlingen.
Maar er komen helaas heel weinig scholen met hun leerlingen. Dus, dat is een van de boodschappen die we meegekregen hebben uit Van Gene Zijde. Want in de film, die, en nogmaals, Jacques Thijs wordt dus gespeeld door een acteur, maar hij ontmoet tijdens de wandeling die hij heeft met Rens ook een aantal wetenschappers of een aantal mensen die dat, en die zijn wel echt. Hè? Dus de bomen-expert Hans Collier heeft een heel mooi verhaal in de film over de bomen en het belang van de bomen, niet alleen voor het park, maar gewoon ook voor de hele stad. En dat gezegd hebbende... Ook een vrijwilliger van de ringslang. Dat maakt het ook een film inderdaad docu-fictie, denk ik, hè? Juist, precies. Dat het dus wel documentair is. Dus die bomen-expert vertelt wel ook echt over het belang ook van de bomen, et cetera. En ja, maar de acteur stelt dan de vragen in naam van de Jacques Thijs. En mijn andere favoriete bioloog is Stefano Mancuso. En ik denk dat dit echt een boek is wat iedereen eens zou moeten lezen. De universele rechten van de plant. En daarin wordt ook uitgelegd hoe makkelijk eigenlijk het probleem waar we nu ons hoofd over breken, van hoe gaan we dit allemaal oplossen met de natuur, hoe makkelijk het eigenlijk op te lossen is als we gewoon wat meer bomen omarmen. Mooi, mooi. Als we het over de groen hebben, misschien zou het fijn dat jullie allebei kort even vertellen waar zijn jullie mee bezig met de groen. Nou, ik heb net mijn pet afgezet, daar staat op groendoeners. Dat is groendoeners in deze buurt. Dat is een... Los netwerk van mensen die de Indische buurt zo groen mogelijk willen maken. Gelukkig valt het Flevopark ook onder de Indische buurt. Dus ik ben actief in de vereniging. En we hebben ook sterk verband zien tussen. Als het in het park ecologisch goed gaat, dat dat ook zijn positieve weerslag heeft in de buurt. En vice versa. Dat nog vaak vergeten wordt. Als er bijvoorbeeld bomen tussen het Oosterpark en het Flevopark, straatbomen, gekapt worden, heeft dat een negatief invloed op de ecologie in beide parken en in de buurt. Dat wordt vaak vergeten. Dus daar ben ik mee bezig. Ja, de meeste nu de focus op die actie. Ja. En uit de buurt pakken, zie je, de buurt vergroent wel. Dat is één, hebben we het geluk, planten zo wijs om ieder jaar te groeien. Als er niks aan doet, dan worden ze groener. En het tweede, dat steeds meer mensen het belangrijk vinden. En jij bent ook met de groen bezig. Je filmt ook met de natuur. Dus jij bent een beetje meerzijde voor de natuur. Ja, ik vind het leuk om groen in, als onderwerp te gebruiken. Een van de dingetjes die ik heb gefilmd tijdens de eerste lockdown met corona is dichter bij groen. En daarin heb ik een... want normaal organiseer ik altijd een dichtersfestival in de buurt van Kattenburg in de zomer. En dat kon natuurlijk niet doorgaan. Dus toen heb ik bedacht, dan zet ik een dichter bij een stukje openbaar groen. Wat dan door vaak vrijwilligers wordt onderhouden. Dat kun je gewoon op YouTube vinden, dichter bij groen. Ja. En een van die gedichten is gemaakt door Daan Doesburg in opdracht voor... Nieuwe Hoofdhof, dat wordt door Olga Meijer met veel liefde al meer dan 30 jaar onderhouden. Het is echt een prachtige tuin, de Nieuwe Hoofdhof. En dat gedicht heeft Daan voor haar gemaakt, maar ik wil het even voordragen, omdat het heel passend is. En ook een beetje voor jou natuurlijk, Rens. De tuin is een vrouw die in een achterhuisje woont. Is een vriend om bij op verhaal te komen. Wacht maar tot de witte bloesems uit de hoogste bomen gejaagd worden. Wacht maar tot een kind of student door tokkelende bamboe kruipt. Wacht maar tot een oude bekende, verweerd maar met een glimlach, een dankwoord in deze aarde plant. Mooi. Ja. Mooi. Dit heb je het gefilmd. Dit heb je het verfilmd. Ja, ik heb vijf dichters bij vijf verschillende stukjes openbaar groen gezet. Dus er zijn vijf afleveringen van Dichter bij Groen. Even terug naar de film, documentaire. Ja. Dat heet dus... In de geest van dokter J.P. Thijssen. Ja. Vertel mij kort, hoe is dat het verhaal? Hoe begint het verhaal? Wat is de boodschap die jullie willen doorgeven?
Ja, kijk, ik ben natuurlijk gevraagd door Rens om de film met hem te maken. Ja. Omdat hij al eerder wat dingen had gezien en vond het leek ons leuk om samen te werken. Dus ik denk dat Rens beter kan vertellen, want het is jouw idee eigenlijk, hè, wat je ermee wil vertellen. Vertel ons kort over de film. Heel kort gezegd, het doel van de film is om meer mensen te betrekken bij en bewust te maken van één, dat we een prachtig park hebben en twee, dat we ons druk moeten maken dat het park ook in de toekomst plezierig blijft, zowel voor mens, dier en als plant. En dat, ja, zeg maar, grote festivals bijvoorbeeld, daar is het park nooit voor gemaakt en die richten zoveel schade aan dat we dat inmiddels de knop moeten omdraaien en zeggen festivals gaan maar op het beton. Of in een stadion of whatever. Weet je wat, voordat je wel alles daarover vertelt, laten we de film gaan kijken. En is het misschien fijn voor de kijkers thuis. Godverdomme. Is dat nou even een zootje? Waar is het in hun hoofd? Ah, zo's. Wat zou je nou eens moeten doen om mensen wat meer gevoel voor het park bij te brengen? Huh? Dat voor iets bijzonders? Gek potje, nou. Wat zou ik dan eens kunnen bezinnen aan acties om meer mensen bij het promoten en het behoud van het park te betrekken? Ja, het potje. Hey, staat het op. Ik hou van groen doen. En heb u nog nooit ontmoet. Schud mij 3 keer en zet mij neer. Dan wordt de nieuwsgierigheid van u snel gevoed. Dat zou je proberen. Nou, ja, daar gebeurt niks. Hoi, wat gek, wat een verrassing. U bent, ik ben toch niet? Meester Thijs, inderdaad. Aangenaam, Rens. En jij bent jonge van de vrienden van het Flevo Park. Vrienden van het? Flevo Park. U bent een van de oprichters van het park, is het niet? Ik was betrokken bij de oprichting van dit prachtige park. Maar er is veel veranderd sinds uw tijd, hè? En we maken ons zorgen van, met afnemende biodiversiteit en de zeespiegelstijging vanwege het warmer worden van het klimaat. Ja. En we vragen ons af of we iets kunnen tegen doen. Ach, de natuur is altijd in beweging, dat weet je. Ja. Mensen komen, mensen gaan. Ja. Dieren komen, dieren gaan. Planten komen, planten gaan.
Maar de natuur zelf blijft altijd bestaan. Wat zijn dat? Ik zag een echt een tropische vogel. Dat is de halsbandparkiet. Ah. En die was er in die tijd natuurlijk niet. Ja, dat is een exotische vogel. Dat was eerst een huisdier. En verschillende mensen hadden die kanaries. Sommigen zijn ontsnapt. En die voelen zich in het park heel goed thuis en ze hebben zich flink vermeerderd. Wat is dat eigenlijk? Dit is een plastic vuilniszak. Plastic? Plastic, ja. Wat is dat? Kent u dat niet? Nee. Nee, het ruikt nergens naar. Ja, nee. Maar het breekt ook niet af. Het is wel een probleem. Als je niet goed opruimt, dan ligt alles vol met plastic en komt het allemaal in de oceaan terecht. Ah, ja. Het probleem van de plastic soep, ik weet niet of je daarvan gehoord hebt, maar dat is een van de moderne problemen. Ik heb van groentesoep. Ja, nee, maar plastic soep dat is een van de grote milieuvervuilingen van tegenwoordig. Oh. Maar goed. Wat zijn die mensen daaraan doen? Oh, dat is die ludieke actie waar ik het over had. Oh. We willen een boom planten. Ja. Zullen we even gaan kijken? We willen een extra boom planten, omdat we nieuw voor de klimaatverandering veel meer bomen willen in het park. Ah. Want er moet veel meer CO2 opgenomen worden. Oh. En ook voor de biodiversiteit is het gunstig. Ja. Dus we willen meer aandacht voor meer bomen in het park. Want het goed werk. Goed werk, mannen. Mevrouw. Ja, goed hè. Nou, we lopen even verder. Ja, dit waren vroeger smallere grindpaden. Ja. Ja, voor mijn smaak is het ook wel een beetje overgeasfalteerd. Hij staat er nog steeds. Ja, die staat goed hè. Een mooie boom hè. Ja, hij stond er al toen wij het park hebben aangelegd. Ja? Ja. Oké. Dat was een jonge boom. Ah, is prachtig onderhouden. Dat is goed gedaan. Daar ben ik wel blij mee. Ja, en dan zijn we een weinig van echt oude bomen. Ja, ja. Want ik heb zo'n idee, wat denkt u, wat zou u aanbevelen? Als u zeg maar, nu in deze tijd zeg maar, het park zou moeten aanpassen. Ja, ik zou zeggen, hou de basis zoals die nu is. Ja. Mensen moeten het park kunnen gebruiken. Tuurlijk. En ik zou zeggen, geef veel meer voorlichting aan de jeugd. En betrek de jeugd erbij. Laat de jeugd stukken van het park adopteren. Ja, dat adopteren zelfs. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Oh, we zijn er van het park, jonge vriend. Ja, van ringvaart. Oh, wat is dat? Ja, nieuwe bebouwing. En dit is nu zeg maar een wetenschapspark geworden. Je komt toch steeds op al die geluiden. Ja, maar dat is verkeer. Het moderne verkeer loopt dan snel weg. En dat is 24 uur per dag. Het eerste geraas. Dat hoor je. Ach, het nieuwe diep. Hier heb ik zo vaak gewandeld met mijn leerlingen. Mooi, hè? Prachtig. Dat is ook een van mijn favoriete plekjes hier. Ja, vroeger wemelde het hier van de orchideeën en de ringslangen. Hoi, ik ben Eduard Proper en ik ben van de ringslangenwerkgroep. Aangenaam. En wij leggen broeihopen aan voor de ringslangen om eieren in te leggen. Vroeger gebeurde dat in de mesthopen van de boeren, maar die zijn er niet meer zoveel door die megastallen en dat soort dingen. Dus, U wandelt hier niet met uw leerlingen? Nee. Ik ben puur alleen voor de werkgroep van de ringslangen. En wat we met de ringslangen dus doen, we maken broeihopen dus aan. En dat doen we al 15 jaar. En voor de eerste keer dat we daarmee begonnen hadden we 30 eieren hadden we in de broeihopen. We zijn nu 15 jaar verder en we hebben ook nu 30 broeihopen liggen tussen hier en Marken in. Marken in Noord-Holland. Ja. Ons voormalige eiland. Ja. En dat... En nu hebben we daar 2400 eieren hebben we daarin afgelopen jaar. Nou, dank u wel. Ja, graag gedaan. Voor alle informatie en heel veel succes met uw werk. Ja, we gaan het verder. Ja. Oké. Tot ziens. Prettige dag. U ook. Ik ga verloren. Ik loop vooruit. Kijk man, mooie bloemen. Kijk eens hoe mooi, prachtige. Ja. Zie je die bloemen daar? Ja. Mooie boterbloemen, ja. Zijn er geen orchideeën? Nee, maar
Het lijkt er wel op. Dit is kiepskruid. Ja. Hoe heet het toch? Kruidenfluit? Nou, fluitenkruid. Fluitenkruid? Fluitenkruid. Oké. Okay. Nou meneer, ja. Wat ik het doe met al die honden, moet je kijken, hij wordt er helemaal gek van. Gatsi. Ah. Boos hoor. Er zijn heel veel viervoeters hier, hè? Ja. Ja, het is ook voor honden een paradijs. Mensen hebben minder kinderen, meer huisdieren, vooral honden. Hé, hey, wie is dat daar? Ah, dat is Hans Collier. Ja. Dat is de boomexpert van de gemeente Amsterdam. En, wat doet u? Nou ja, ik bekijk de bomen hier even in het Flevopark hoe ze erbij staan. Ja. Of ze een beetje goed groeien. En het gaat in het algemeen best wel goed met de bomen hier in het Flevopark. Oh, dat is fijn om te horen. Ja, zeker. Ze kunnen zeker echt nog tientallen jaren zeg maar, ja, het park verfraaien, ja, en grote kronen vormen. Oh, en die grote kronen die zijn ook nodig? Ja, kijk, in uw tijd was dat misschien nog niet zo'n punt of thema, maar wat wij zien de laatste decennia, het wordt steeds warmer. In de winter is het warmer, in uw tijd hadden we nog stevige winters. Nou, dat hebben we niet meer, dus het wordt steeds warmer in de steden. Dus we hebben ontzettend veel behoefte aan schaduw in de stad om die zogenaamde hittestress een beetje te voorkomen. Dus mensen hebben echt plek nodig waar ze in zomermaanden kunnen vertoeven. En dat is dan heel vaak onder die prachtige grote kronen, onder die bomen. Die u geplant heeft en waar wij eigenlijk nu pas van profiteren. Hartelijk dank meneer Gallier, moet ik zeggen. Gallier. Ja, dank u wel. En heel veel succes met uw werk hier. Nou, nog even rondkijken. Bedankt voor die fijne rondleiding, waarde vriend. Graag gedaan. En ik hoop dat je nog heel veel voor het park kan doen. Ja, want het is ons best. Mijn prioriteit is om mensen bij elkaar te brengen, om een plan te maken. Dat voor de komende 100 jaar het park ook staat als een huis. Zorg dat de biodiversiteit toeneemt. Dat we iets doen tegen de opwarming van het klimaat, met zoveel mogelijk bomen. En vooral ook zorgen dat het park aantrekkelijk blijft voor zoveel mogelijk mensen. Oh ja, hey, ja, boomplanten, dat gingen we doen. Nou, mooi. Rens, jij bent denk ik degene die met dat idee om van deze documentaire film gekomen. Ja. Hoe kom jij aan het idee? Nou, ik ben al een tijdje actief en op een gegeven moment hadden we de viering van 85 jaar Flevopark. En daar hadden we een mooi logo gemaakt. Iemand had het gemaakt en er werd ook het beeld van J.P. Thijssen, de foto van J.P. Thijssen gebruikt. En toen ben ik mij graag aan verdiepen in die J.P. Thijssen. Nou, hier kunnen we wat meer mee. En toen ben ik gaan fantaseren. Goh, die man kan, zou ik die man eens toevallig tegen kunnen komen, hè, in een film? Of, zo is het gekomen. Toen hebben we mensen gezocht die dat zouden kunnen doen. Eerst een beetje geëxperimenteerd. Ja. En eindelijk zijn we bij SAS terechtgekomen. Dus. En toen ben jij gezegd, dit wordt een mooie documentaire of dit wordt een mooie docufictie? Was dat van jou, het idee? Nee, het idee was van Rens natuurlijk, van origine. Ja. En dat het een docufictie is omdat het nu eenmaal zo is. Dus dat heb ik niet van tevoren bedacht dat ik dat wilde maken. Ja. Maar ik ben gewoon gaan luisteren naar het idee van Rens, wat hij wilde doen. En we zijn gaan kijken wat we binnen het zeer beperkte budget met z'n tweeën voor elkaar konden krijgen. Om toch zo'n, zo goed mogelijk het idee van Rens weer te geven. Hoe lang duurt het eigenlijk, de hele proces? Nou, ik zou zeggen, het is een zware bevalling geweest. Als we nou toch het hele proces. En uiteindelijk hebben we er toch 1,5 jaar aan gewerkt. Dat wil zeggen. Maar een paar draaidagen, maar de eerste versie was, de eerste aanzet ging niet door. En het heeft ook met de producer te maken, maar daar zouden we het niet over hebben. En maar uiteindelijk, ja, zijn we toch redelijk tot elkaar gekomen en is dan een mooi product gekomen.
Ja, ik denk dat met de middelen die we hadden, hè, en hoe we het zo voor elkaar hebben gegeven, dat we gewoon wel iets heel moois hebben neer kunnen zetten. Ja. Zijn jullie allebei wel hier met vrede, met eindresultaat? Laten we het over eindresultaat hebben. Zijn jullie tevreden? Ik ga het niet mooier maken en niet lelijker dan dit, maar ik zou het een 7 geven, die film. Vergeleken met, zeg maar, ik had hele hoge verwachtingen. Maar kijk, iets heel gecompliceerd is mijn rol. 1, ik was de opdrachtgever. Ja. 2, ik moest zorgen dat er geld komen. 3, het idee was voor mij dus eigenlijk het belangrijkste. 4, we hebben ervoor gekozen dat ik ook een van de hoofdrollen had, naast J.P. Thijssen. En dat levert natuurlijk toch een beetje spanning op. En Sas heeft er vooral als regisseuse naar gekeken en als scriptschrijver en film als professional. En ik zat toch wel een beetje in mijn dubbelrol van activist. En ik ben geen professionele toneelspeler natuurlijk. En door die verschillende rollen kwam er ook wat spanning en heeft het ook veel langer geduurd. Ik ben wel tevreden, maar ja, ik had wel hele hoge verwachtingen. Dus, daarom was het uiteindelijk een moeilijke bevalling. En hebben we iets waar we allebei trots op zijn. Dat gevoel heb ik er wel. En kijk, ik vind het uiteindelijk het allerbelangrijkste dat Rens tevreden is. Dat is eigenlijk waar het mij om gaat. Als ik een film maak. Jawel, maar dit heb ik in opdracht gemaakt. Dus dat is dan toch anders. Want dan kun je niet je eigen smaak helemaal doorzetten. Want zo werkt het gewoon niet. Ja. Nou, mooi dat jullie dit samen gedaan hebben en ook een mooie ervaring. Maar hoe is het dan de reactie van anderen? Want jullie hebben het festival vertoond. Hebben jullie verder ergens in de buurt vertoond? Ja, nou, de meeste reacties. Kijk, zelf ben ik nogal kritisch, maar hij wordt heel goed ontvangen door de mensen die gesproken hebben. Die film gezien hebben. We hebben hem staan op onze website van de Vrienden van het Flevopark. Ik heb hem in mijn eigen kring vertoond. We hebben hem een keer op de ledenvergadering vertoond. En de reacties zijn zeer positief. Mooi. Wat blijft hij nog hangen bij jou met deze film? Welke scène, welke boodschap? Wel echt de boodschap van laten we gewoon wat beter voor de natuur zorgen. Laten we gewoon wat meer kijken van wat we kunnen doen. En vooral ook gewoon piepkleine dingetjes even hier rommelen, opruimen of dat soort dingen. Dat alleen al zou fijn zijn. Hè? Daar begint de film ook mee. Ja. Dat er dan mensen genoten hebben van het park, maar dan niet hun spulletjes meenemen. En dat zijn wel kleine dingen waarvan ik denk, dat kunnen we allemaal zo makkelijk doen gewoon. Ja, mooi. Mooi. Ik weet dat je maker bent, filmer bent. Jij bent aan het filmen. Ik weet niet, misschien komt nog een of twee, drie films in de wachtlijst bij jou. Maar voor jou, Rens, is er ook een soort follow-up? Is er een ander idee die film kan worden bijvoorbeeld? Nou, er zijn natuurlijk nog een hele hoop aspecten die we zouden kunnen uitdiepen. De film is ook gemaakt om mensen te betrekken bij het nadenken over de toekomst van het park. En ik ga denk ik deze zomer een soort mini-conferentie organiseren over de toekomst van het park, waarbij parkgebruikers en deskundigen betrokken worden. En dat we dan een soort vooruitkijken van hoe willen we dat het park tot zeg maar over 100 jaar goed bij staat. Wat is daarvoor nodig? Nou, daar gaan we dus sowieso de film voor tonen. En misschien komen daar ook ideeën voor om op specifieke onderwerpen de J.P. Thijssen terug te halen. Om zowel de geschiedenis te belichten als een blik te werpen in de toekomst. Dat zijn ideeën, maar dat moet er nog. Want het idee was altijd al dat dit een soort proeffilm zou worden om met het idee J.P. Thijssen, toekomstpark, om dat op allerlei andere manieren vorm te geven. Misschien gaan we dat doen samen met Jeugdland, dat zou een optie zijn. Ja, dat hij een soort van mascotte van het Flevopark wordt eigenlijk. Een levende mascotte. Ja. Of een fictieve mascotte, of whatever. Ja. Nou, dus Rens, misschien wie weet volgend jaar ben je weer bij het ABFF als bezoeker of als maker. Hopelijk. Ik hoop het, En van jou verwacht ik wel als maker natuurlijk en volgend jaar weer meedoet, Sas. Ja. En laten wij ons gesprek hierbij laten, want we hebben een half uur televisieuitzending. En heel fijn geweest om met jullie dit mooie gesprek te doen. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, was leuk. En voor u bedankt voor het kijken naar het ABFF TV. En graag tot de volgende keer.